dienst. Ik heb daar een dag over gedaan. Echt van 's ochtends 9 tot 's avonds 8 heb ik gereden naar New Orleans. Het is belangrijk dat die rit zo ontzettend veel tijd kost voor wat ik daar later over ga vertellen. Ik bevind me nu in de Magazine Street. Dat is de straat waar Lee Harvey Oswald in New Orleans is gaan wonen vanaf pakweg 24 april. 24 april, dat is een belangrijke datum. Gaat Lee naar New Orleans om daar werk te zoeken. Marina blijft bij Ruth Payne wonen. En je moet je even realiseren, dat is ongeveer 2 weken na die aanslag op General Walker. Dat vind ik op zich belangrijk. Daar kom ik later op terug. Op 8 mei, 2 weken later ongeveer, belt Lee naar Marina en zegt: ik heb een baan en een huis gevonden. Baan op deze Magazine Street, huis op deze Magazine Street. En in het weekend van de 11e mei rijden Ruth en Marina naar New Orleans om haar daarheen te brengen. En dan blijft die Ruth Payne hier ook een aantal dagen in dat huis. Wat aan elkaar hangt van kakkerlakken volgens Ruth Payne in haar getuigenis voor de Warren-commissie. En ik ga er nog steeds vanuit dat dat allemaal klopt. Ik heb ook geen enkele reden om dat allemaal om daaraan te twijfelen. Maar ik kom vandaag wel tot een soort van klein theorietje. Nog niet belangrijk, maar wel een beetje. Ja, dit is ook een bende. Dit is ook een bende, maar dit is... Oh, dit is zo hippie. Kijk of er iemand is. Is een stroom water, hoor ik wel. Oh, hond. Oh ja, daar houden we niet van. Hello. Yeah. Of this house. Huh? Of this house. You know who lived in this house? We all be out with. Yes. Yeah. I live by here. Oh, you live here now? You live here now? Harold. Harold. Your name is Harold? Yeah. Hello, Harold. I am Dick from the Netherlands. I lived 20 years around the corner there. Have you ever met Lee Harvey Oswald? No. What? Have you ever met Lee Harvey Oswald? No. But you know he lived here. Yeah. Everybody knows that. Oh, yeah. It's a mess, the house. It's a mess, isn't it? It's in the yard. Mine is over here. Oh, you live here? Yeah. 49-11. And what are you? You're selling beets. Huh? You're selling beets. Oh, I got plenty of beets. Pretty stuff. And nobody lives in that house? Yeah. Who lives there? I don't know, a lady and a man. But they're not at home. They got a big house at the corner. My landlord, that's his house. He won't. Okay. Yeah, I'll go. Dit klopt zo ontzettend bij wat ik dacht. Kijk, natuurlijk, dit is een puinhoop. Hier liggen allemaal troep, maar dat is allemaal troep van nu. Maar dit huis en deze buurt, en ik heb die hele buurt nu gelopen, dat is... Kijk, New Orleans, dat is jazzmuziek. Die jazzmuziek die is hier overheen komen rollen als zeg maar de nagolf van Katrina. En Lee Harvey Oswald, die woont hier dan. En dan komen Marina en Ruth Payne, die komen dus hierheen. En dan zegt die Ruth Payne: ah joh, ik kwam in een huis vol met kakkerlakken. Maar dat is logisch. Want we hebben ook gezien waar Ruth Payne woont. Die woont in Irving. En Irving is eigenlijk zeg maar het Amstelveen van Nederland. En dan kom je in de Dapperstraat en daar is iemand domweg gelukkig. En dan zeg je, er zitten overal cockroaches, er zitten overal kakkerlakken.
Maar deze stad ademt een onvoorstelbare vrijheid uit. En dat zit op. Ik zit heel dichtbij bij wat ik denk dat ik moet gaan vertellen. Daar kom ik natuurlijk allemaal nog wel uit, maar dit is voor mij heel fascinerend. Ik ga nog toch even een beetje kijken of ik niet. What kind of neighborhood was this? What? What kind of neighborhood was this in the 60s? Was it a good neighborhood? Oh, we have good neighbors along here. I've been in this house about 10 years. Yeah. And you lived here in this neighborhood you lived all your life? Yeah. Yeah. Oh, yeah. And people were nice over here? What? People, were they nice over here? Oh, right. Yeah, good people. We got a dentist over there. A dentist? Yeah. For the tourists. Yeah, I sell beans. Yeah. Je kunt natuurlijk alle conspiracy theories op mijn deurmatje gooien, maar ik vind dit dus zo'n statement, dat ene huis. En dan in deze buurt. Het zijn echt allemaal prachtige huizen. Allemaal stuk voor stuk. Volgens de buurman is het tegenover een tandarts. Heeft hij ook nodig. Maar het grappige is dat ene huis is dan gewoon zo radicaal zeggen. Het klopt niet. Het klopt gewoon niet. En het, echt, weet je, dit is gewoon het plaatje. Het klopt niet. En het klopt ook weer wel. Dat is het mooie. Het klopt ook weer wel. Het klopt. Lee Harvey Oswald gaat naar New Orleans. Omdat hij gek wordt van dat Dallas. Ik word er ook gek van. Armoede. Rijkdom. De rijkdom is onsmakelijk. De armoede is onsmakelijk. Hij wordt er gek. Hij pleegt die aanslag. Had hij nooit moeten doen. Dat kost hem uiteindelijk zijn kop. En hij denkt, ik moet terug naar de plek waar ik geboren ben. Dat is een stad waar vrede heerst. Nou ja, vrede, New Orleans, zwart-wit. Maar waar de jazzmuziek bestaat, waar de jazzmuziek mag bestaan. En dan gaat hij hier naar dat huis. Dat klopt. En dan komt, dan komen Thelma en Louise. Want dat zijn het gewoon, die Ruth Payne en die Marina Oswald. En die komen hierheen en die zeggen, ja, dat is cockroaches, kakkerlakken. Ja. Ook logisch, begrijp ik ook. En zo kom je langzamerhand tot een situatie waarin ik het karakter ga begrijpen. Begrijp ik nog steeds de moord op Tippit niet. Misschien begrijp ik de aanslag op Kennedy. En waarvan ik wel echt serieus begin af te vragen of hij die gepleegd heeft. De moord op Tippit heeft hij gepleegd. En die begrijp ik niet. Die past niet in dit rijtje. Starbucks, ik laat dit gedeelte van de zoektocht even verder zitten, omdat ik dreig conclusies te trekken en die kan ik nog niet helemaal bewijzen. Maar ik heb nog voldoende andere dingen te onderzoeken en ik wil vooral kijken naar de plek waar Lee Harvey Oswald ooit gearresteerd is geweest vanwege het uitdelen van allerlei foldertjes. En ook, ik wil weten waar hij geboren is, omdat volgens mij dat ook zijn karakter bepaalt. Nou ja, daar gaan we dan straks weer mee verder.